Deze beschouwing. Die gaat over het gelukkig leven. Een soort tips en zo. van hoe dan gelukkig te zijn. Ik zag vandaag een stukje van Francis Capella. En die man is dan atheïst. en. zit zo vreselijk op te winden. Ik vind dat je dat niet moet doen, hè? Dat vindt hij dan ook niet, maar, maar dat doet hij dan toch. En hij had het ook over um, het doel van het leven, ah, en dan in die zin dat hij het omdraaide en dat hij zei dat heel veel mensen die zijn bezig met het begrip wakker worden. En hij zei dat slaat helemaal nergens op. Dat ben ik wel met hem eens. Ik ben het met een hele hoop dingen die Francis Capelle zegt. Eens hoor. Ik ben het met één ding niet eens. En het is dat hij uh, de Bijbel uh, uh, ja, walgelijk vindt. Nou, dat vind ik niet. En alles wat erbij hoort, vindt hij idioot. Nou, dat vind ik niet. En voor hem hoeft het leven geen doel te hebben. En ja, voor mij heeft het leven doel, per definitie. Alles heeft doel. Ik ben een teleoloog. Zo heet dat telos. Betekent doel. Het is een teleologie is een doelkunde. Ik geloof dat leven een doel heeft. Ik geloof dat leven nuttig is. Ik geloof dat. Uh, ja, dat er dingen te gebeuren staan. En ik geloof dat moraliteit. De kern is van het bestaan en van het gelukkig zijn. En ik geloof dat gelukkig zijn dat dat te maken heeft met gelukt te zijn. Dus bij wijze van spreken, uh, je hebt een cake gebakken, maar die is verbrand. En je was de suiker ook vergeten en uh, nou, nog wat andere dingetjes die fout gingen. Dan is die cake niet gelukt. En dan kan je zeggen, de cake is ongelukkig. Zodat die cake als het ware, ja die heeft natuurlijk geen gevoel, maar uh, stel hè, stel. Dan zou die cake denken, ik ben ongelukkig. Ja, want hij is niet gelukt. Dus die cake wordt niet opgegeten, die belandt in de vuilnisbakken. en dan heeft die cake dus een ontzettende, ja, gewoon een pesthumeur. Want die is ongelukkig. Want die is ongelukt. Dit is Aristoteles, by the way. Heb ik niet van mijn eigen? Copyright, Ari. Oom Ari. Aristoteles is geen domme filosoof. Er was een keer iemand, dat was zo'n atheist. En die zat zich verschrikkelijk te ergeren aan het feit dat ik het niet met alle filosofen eens was. Zo van, als je een filosoof uh, goed vindt, dan moet je ze allemaal goed vinden. Het daar. Dan kan je wel zeggen van, ja, maar Perrie, is een atheïst en die kunnen niet nadenken en die moet je het maar vergeven. Dan denk ik, ja, ze kunnen wel bezig blijven. Ja, het is natuurlijk wel zo. Als je atheïst bent, dan ja. En dat, niks te nadelen van die mensen hoor. Kijk, als die atheïsten gelijk hebben, dan heb ik ongelijk. En ja, wie van ons tweeën gaat bepalen wie er gelijk heeft. Maar vanuit mijn gezichtspunt hebben atheïsten geen gelijk. En dan snap ik ook helemaal niet waarom ze überhaupt atheïst zijn. Maar hetzelfde geldt voor atheïsten naar mij toe natuurlijk hè? Die zeggen, ja, maar Perry gelooft in het uh, bovenzinnelijke. In iets wat hij helemaal nog nooit gezien heeft. En ik zeg dan van, nou, ik heb het volgens mij wel gezien. En ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest. En wat voelde ik mij klein en nietig. Maar ja, anyway. Het ging over het uh, gelukkige leven. En daar vond ik wel een goeie van, Francis, dat hij ermee kwam, dat het nut heeft om iets leuks te doen met je kind. Nou, dat vind ik ook. Dat, dat, dat onderschrijf ik totaal. Misschien dat. Ja, kijk, mijn beweegreden is dan vooral dat ik mijn kind zoveel mogelijk bij wil brengen. En dat zij net zo gelukkig wordt als ik. In de zin van gelukt. Hè? Dat de wereld wat aan haar heeft. Het is niet zozeer dat ik. Leuke dingen met haar wil doen om, uh, omdat ik het leuk vind om leuke dingen te doen met iemand. Als we het op dat niveau gaan hebben, dan ja, dan kan ik ook naar uh, Wim Kruidentuin gaan. En dan gaan we lekker ouwe hoeren over CO2 en uh, andere vormen van klimaatidioterie. Dat vind ik ook leuk. En Wim rookt nog steeds. En als ik dan daar ben, dan rook ik met hem mee. Dat vind ik gezellig. En dat vind ik ook lekker. Ja, ik ben gestopt met roken, maar ik vind roken nog steeds hartstikke lekker hoor. Als ik bij Wim ben, mag dat best. Het is, het is dus niet voor mezelf dat ik het met. Dat je omgaat met je kind omdat jij dat dan zo leuk vindt. Want dat valt allemaal in de categorie uh, leuke dingen doen. En het leven is niet bedoeld om leuke dingen te doen. Eigenlijk moet je dat helemaal niet willen. Eigenlijk moet je alleen maar nuttige dingen willen doen. En eigenlijk moet je, terwijl je nuttige dingen doet, uh, moet je dat heel erg leuk vinden. Dat is eigenlijk leuke dingen doen. Dus nuttige dingen doen terwijl je het heel leuk vindt... om nuttige dingen te doen. Want het is zo lekker weer. Of... Nee, zeg maar wat. Ik ging, ik ging een keer... moest ik vreselijk tearing vroeg. Moest ik opstaan. Oh ja, en ik was ook nog... ik zat toen bij mijn moeder. Het is nog niet zo, een zo gek lang geleden. Toen zat ik met mijn moeder. Heb ik een paar weken moeten zitten. Allemaal toestanden, lang verhaal. Een beetje saai. Maar. Anyway, ik zat met mijn moeder. En toen moest ik naar Rotterdam. voor een of andere ontzettend vervelende vergadering. waar ik helemaal geen zin in had. En ik stond dus volgens heel vroeg op. en toen heb ik zo... Nou ik Heb hebben dus ze een kopje slappe thee gedronken. en toen tegen mezelf gezegd niet zeuren je moet naar de vergadering toe. En toen kwam ik buiten en liep ik naar richting het station en toen kwam er een merel uit de bosjes en die keek naar mij en die liep met me mee tot de hoek van de straat en toen ging die vloog die weg. Die merel liep met me mee. En toen dacht ik dus van god die merel denkt waarschijnlijk. Och, Erm. Dat is Perry. En die zit de hele tijd bij zijn moeder. En dus heeft die jongen helemaal gezin in, want hij is al vet in de vijftig. En, uh, en dan moet hij ook naar een vergadering in Rotterdam, waar hij helemaal gezin in heeft. En het is hartstikke vroeg. Nou, ik loop een eentje met hem mee. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat weet ik ook wel. Ik ben niet gek, ik ben niet psychotisch. Maar ik heb hem wel zo'n idee van. Nou, ja, die merel loopt met me mee. Dat is wel een goed begin van de dag. Ja, toch? Ik wil maar zeggen, dat, dat zijn dus leuke dingen doen. En die vergadering in Rotterdam, ja. ja was die nuttig? Ja, ja, ik kreeg ervoor betaald. Nee, ja, het was in het kader van iets waar ik voor betaald kreeg. Maar oh, 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 wat was dat saai, Nee, ik wil maar zeggen, dat is dan leuke dingen doen in het kader van... Hè. Dat je dus nuttige dingen doet en dat vind je dan leuk. Want er loopt een meerel met je mee. Of er is een hele mooie lucht. Ik kijk veel vaak naar de lucht, naar de wolken. En ook naar de vogels die er rond de sferen en zwaaien. En dan denk, ik, ja, is wel allemaal erg mooi. Of weer eens een zonsondergang. Ja, zo, de zonsondergang. Iedereen kijkt wel naar zonsondergang. Hè? En ja, hoor, daar heb je er weer één. Ik vind eigenlijk, nou, niet dat soms ondergangen niet mooi zijn, maar. Nou, iedereen kijkt er al naar. Ik kijk ook graag naar andere dingen. Oh ja, er is toch er zo een, die wil ik je ook wel onthouden. Of niet onthouden, moet ik zeggen. Die moet je onthouden. Dat was over de A12 rijden. Ik heb een tijd gehad in mijn leven dat ik 40, 50, 1000 kilometer per jaar in mijn auto reed. Dat is best veel. Ik zou het nu niet meer willen. De ja, rij je toch dus ongeveer 1000 kilometer per week. Ja, En dat in Nederland. Als je nog een beetje doorrijdt. Is dat de godgangse tijd in de file? Nee, fuck boring. En een reek heel veel vanuit. Uh, eerst vanuit Wageningen en toen vanuit Arnhem, en toen vanuit, vanuit allebei. Dan heb je dus dat stuk, uh, in de A12 richting Utrecht. En dan vooral dat stuk vanaf Wageningen. Dat heb ik zo ontzettend vaak gereden. Zodat je op een dag weer, dan, uh, dan pak je die oprit... en dan heb je van tevoren alweer het idee van... oh nee, niet nog een keer... Uh, precies iedere bocht die ken je. En dan, uh, dit, uh, dan krijg je die heuvel. En dan heb je daar meestal even een korte file. En dan kun uh, je bij Veenendaal. En ja, ik heb het allemaal gezien. Hè? Tot ik op een dag anders ging opletten op de snelweg. En dat had ermee te maken... Best, dit, dit, dit moet ik je vertellen. Het begon allemaal als volgt. Ik was een keer op een vrijdag had ik twee belangrijke verkoopgesprekken en het ging om een bakpoen en ik had het ontzettend goed voorbereid. En die twee gesprekken moesten gefinaliseerd worden, want dat gaat uiteindelijk om de handtekening onder contracten. Het is allemaal wel leuk babbelen van tevoren en wil je nog een kopje koffie? En, uh, maar je moet een handtekening hebben onder een contract. En dat waren contracten, dat ging om vet veel geld. Nou, dan had ik die eerste afspraak in Twello en die tweede afspraak in de middag in Soetermeer. Nou, Twello ligt tussen Apeldoorn en Deventer, ja, ongeveer. En Soetermeer, dat weet je waarschijnlijk wel, dat is wel in de buurt van Den Haag. Dat is helemaal in het westen. En Deventer ligt helemaal in het oosten. Maar dat kwam makkelijk, want ja, s'morgens in Twello... en dan zou ik de hele tijd de tijd hebben om naar Soetermeer te rijden. Nou, er ging dat gesprek s'morgens in Twello, ging ging keihard. Dus ik had er ontzettend goed de zin in. Word ik gebeld? En mijn contactpersoon in Soetermeer, die zegt van... Uh, ja, hey, die afspraak om uh, half één, uh, kan die ook om half twaalf? Of zoiets. Ik zeg half één, die, afspra die afspraak was niet om half één, die was om half drie. Hij zei, ja, nee, oh, ja, heb ik het verkeerd begrepen. Uh, ja, het punt is, uh, de directeur, die moet vanavond uh, moet die in Duitsland zijn... en die gaat vanmiddag al weg. En, uh, en ja, of je dus uh, dan uiterlijk zo en zo laat hier kan zijn. Hey. Uh, uh, nou, nee, ik was helemaal sprakeloos. Ik zei, nou, uh, wacht maar even. En ik, ik was dus bij die vergadering in Vello, en ik vroeg dus daar aan die mensen... van nou, zo en zo is aan de hand... kan ik deze vergadering in no time afbreken... En daar zeiden ze van, ja, we zijn er eigenlijk wel uit. We zijn akkoord. Dus ik had de eerste handtekening binnen. Ik denk, mooi zo. Nou, handtekening afgerond. Vriendelijk afscheid genomen. En ik in mijn auto gedoken. En dan naar Soetermeer. Maar dan had ik best een behoorlijk probleem. Want vrijdag is een drukke dag op de snelweg. En ik moest in no time vanuit Twello in Soetermeer zijn. En toen kwam ik op de A28... Dat is de snelweg van, uh, wat is het ook weer, Hoeverlaken en dan richting Utrecht dan, hè? En dan heb je de A12 en dan de A12 naar Den Haag. Maar dan moet je die A28 hebben en dat is een drukke snelweg. En toen reden voor mij, er reed een Porsche. Zo'n autootje. een lichtblauwe. Ik zal het nooit vergeten, lichtblauw metallic. Beetje oud model, zo'n 911 of zo. En die schoot op, jongen. Wauw, ik denk, die ga ik volgen. En die ging dus door die ongelofelijke drukte heen op de A28 als een zalm. Ik denk, hoe krijgt die kerel het voor elkaar om zo ontzettend vaart te maken? En ik deed niets anders dan achter hem aanrijden. En dan maar volgen. Ik denk: hoe doet hij dat toch? Hoe doet hij dat toch? Hoe doet hij dat toch? En toen zag ik het. Ik denk, het was zo simpel, hè? Die man die remde niet. Ik zeg: ik, ik zit niet te jokken. Hij remde niet. Nou, dat is nou precies een boeddhistische waarheid. Hoe kom je nou zo snel mogelijk met je auto van A naar B? Nou, zoveel mogelijk gas geven, natuurlijk. Anders kom je niet vooruit. En regel B is uh, niet remmen. Want als je remt, dan ga je langzamer. Nou, dat moet je niet doen. Alleen maar gas geven. Die man die remde niet. Wauw. En hoe kan je nou niet remmen? En toch zo hard rijden? Nou, dat kan je doen. Probeer het maar eens. Ik geef het je als opdracht nu. Als je morgen in de auto stapt en je denkt: hoe doe ik weer die hele saaie snelweg op? Nou, morgen ga jij eens niet. Remmen op de snelweg. Niet doen. Gewoon blijf van de rempedaal af. Ja, maar dan moet ik heel goed opletten. Precies. <laughs> dan moet je heel ver vooruit kijken. En die moet je gaan verdiepen in het rijgedrag van andere mensen. Dus als je merkt dat er iemand is en die zit de godganse tijd te remmen. Die moet je niet voor je hebben. Die moet je zo snel mogelijk inhalen. Nou, ja, het is een hele kunst. En dan leer je auto rijden. Niet remmen op de snelweg. En dan rij je dus niet meer op die saaie A12 waar je ieder bochtje kent. Nee, dan is die A12 iedere ochtend weer een hele nieuwe ballgame. Want zie het maar eens vol te houden. Maak er maar een spelletje van met jezelf. Hoeveel kilometer kan jij op de A12 rijden zonder te remmen? En dan wel doorrijden, AUB. En als je weet dat er geen snelheidscontrole is, ja, dan ga je natuurlijk harder dan 120. Wat is dat nou? Die, die weg heet toch snelweg of wat? Heet toch niet de langzaamaan pad? het langzame aanpad? Het langzame aanpad van. De... Oh neem, naar Utrecht zat de file. Ja, op het langzame aanpad wel, maar niet op een snelweg natuurlijk. Op een snelweg is iedereen zo snel mogelijk weg. En jij geeft dat een goede voorbeeld. En dan wel zo goedkoop mogelijk, dus alleen als er geen snelheidscontrole is, maar dan rust 140, 150. Wat maakt het je uit? Als jij niet remt, is er niks aan de hand. Maar als jij gaat remmen op de snelweg, dan ga je van die rode alarmsignalen afgeven naar achteren toe. Iedereen schikt zich daar uh, schompus. Ja, dat moet je niet doen, dat is asociaal. Maar als je gewoon lekker doorrijdt. Kom op man. Kijk, dat is het gelukkige leven. Ja, hartstikke leuk, je moet toch over die snelweg. En doe het dan op een leuke manier waarbij jij je echt geen seconde hoeft te vervelen. Want ik, ik garandeer je, als jij jezelf oplegt dat je niet mag remmen op de snelweg. Uh, 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 uh. En dan in het begin is het dan moeilijk, maar dan leer je heel goed op te letten, heel goed vooruit te kijken. En daar gaat het vooral om, je moet vooral naar voren kijken. Ja, want daar zou je mogelijk op kunnen botsen ja, Dat moet je goed in de gaten houden en je goed gaan verdiepen in het rijgedrag. En dan ontdek je ook het fenomeen treintjes. En dat is ook iets voor jezelf om in te gaan lopen denken: om in treintjes te gaan rijden op de snelweg. Als de mens, als mensen hier naar luisteren, ja, ga het vooral doorgeven aan andere weggebruikers: rij in treintjes. Nee, je weet op de snelweg, als je in, in Wageningen op de snelweg gaat, op de A12 richting het westen. Ja, vrijwel iedereen moet minimaal naar Utrecht. Ja? Nou, dan kan je dat hele stuk, kan je in een treintje rijden. Dan gaat er iemand voorop die goed oplet, die niet remt. Ja? En die gaat er lekker de vaart in houden en de rest er lekker tjukkertjukkertjukkertjukkert achteraan. En dan niet bumperkleven kleven natuurlijk, geen gevaarlijke dingen doen. Gewoon een beetje ruimte houden. Maar dan is er één iemand en die let gewoon tering goed op. En de rest, die, die volgt zo'n persoon blindelings, zeg maar. Ja, je kan wel een beetje meekijken, je hoeft het niet helemaal gevaarlijk te doen. Maar het scheelt wel een hele hoop en het rijdt prima door. Als iedereen het gaat doen, dan scheelt files, hoor. En die optimale snelheid moet dan gekozen worden. Want je moet niet remmen. Dus als je te hard rijdt op de snelweg, dan moet je gaan remmen en dan ben je af. Dat moet je niet doen. Dus je moet die optimale snelheid zien te kiezen. Nou, en als je in de gaten hebt dat er dus treintjes aan het rijden zijn, ja, dan kan jij dus gebruik van maken door een tijdje mee te rijden met een trein. Van auto's. Oh. En als je vindt dat het treintje te langzaam gaat, ja, dat treintje gaat heus wel een keer naar rechts, en dan haal je dat treintje in. En, en, nou, misschien zijn er de mensen in dat treintje die zien jou voorbij schieten en die denken ook, oh, ga met hem mee, want die gaat veel harder. En dan ben jij de aanvoerder van de volgende trein. Kijk, het gaat dus uh, gratis en voor niets uh, rijadvies. Van hoe maak je rijden op de snelweg uh, interessant en leuk en spannend. Als je er zin in hebt. Nou, of die an een andere goede truc is, uh, als jij uh, zo'n ingewikkeld telefoongesprek hebt. En ga achter een vrachtwagen zitten. Maar vrachtwagens die botsen niet hè. Dat rij je heel veilig. Dan hebben ze een grote vrachtauto, lekker achterhangen, Niet bumperkleven, slaat nergens op. Maar uh, daar rij je super veilig. Zo'n vrachtwagen bijvoorbeeld, die staat niet in één keer stil. Dat kan niet. Zo'n ding is hartstikke zwaar. Dus als die rode lampen van die vrachtwagen gaan uh, ja, dingen ze. Nou, dan heb jij nog tijd genoeg om bij te remmen. En jij staat eerder stil dan die vrachtauto. Dus uh, lekker relaxed, man. Dan rij je lekker tachtig. Dan je heerlijk telefoneren. Mag toch tegenwoordig, hensvrie? Dus nou dan. Dan kan je ook goed concentreren op het telefoongesprek. En wat je niet moet doen, dat is telefoneren en op de linkerbaan gaan zitten. Dat slaat echt helemaal nergens op. Een beetje gaan lopen jakkeren en dan ook nog met je vrouw lopen voeteren. Dat moet je niet doen. Een beetje tijd maken voor iemand. En dat kan toch als je achter een vrachtauto hangt? Jongen, alle tijd is toch voor jou, hè? En terug naar je kinderen. Hè? Dat... Ik weet niet of je kinderen hebt. En je kinderen moet je zoveel mogelijk meegeven. Kennis moet je ze meegeven. En Fransen had het erover: van ja, al die mensen die op het internet en vinden ze allemaal die uh, samensweringen en zo. Oh, daar heb je helemaal niks aan. Nou. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het wel zin heeft om je te verdiepen in wat de mensheid aan het uitspoken is. Ik denk dat het zin heeft om je te verdiepen in geschiedenis. Ik denk ook dat het zin heeft om je kind les te geven in geschiedenis. Om je kind de waarheid te vertellen over. Concentratiekampen, bijvoorbeeld. Daar wordt nogal wat over afgehouden hoerd. En er allemaal dingen verteld die helemaal niet waar zijn. En ik vind dat het belangrijk is dat je de waarheid koestert en de waarheid doorgeeft. Of, je, of, je nou, of het nou gaat om je eigen kinderen of de, de kinderen van een ander. Dat maakt natuurlijk geen donder uit. Dat je je in de waarheid verdiept. Want er is over heel veel dingen gelogen. En ik vind er niks te nadelen van Francis Capello, hoor. Die man die doet ook maar zijn best. Maar hij is dan zo heel negatief over dat kennis van internet dat je er helemaal niks aan hebt. En dat ben ik niet met hem eens. Ik geloof dat een hele hoop. Uh, op het eigenlijk bijna 100 van wat je op internet ziet... dat moet je nemen met een korreltje zout. In die zin dat... Ja, ik ken eigenlijk maar... Ik ken maar één website waar ik naar luister in die zin... dat ik denk van, nou, dat vind ik nou leuk. Dat, dat bevalt me wel. Daar kan ik gewoon naar luisteren. En dat is First Amendment Radio. Dat is een christelijke uh, radio station, dinges. En een website. En dan kan je dus het gesproken woord kan je horen. in het Engels. Daar heb ik geen moeite mee. En dan vind ik uh, uh, Greg Anthony, Szymanski vind ik erg leuk. Die vind ik wel kordig. En uh, Nicholas Arthur, die vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. En die oude knar, weet je ook alweer? Is dat e Eberhard of zo? Daryl Eberhard, hele oude man. Ja, die vind ik ook geweldig. En die hebben het dan over het nieuws en die weten wel wat er aan, uh, nou, wat er zoal zich afspeelt. Ja, die weten wel dat de Vietnamoorlog dat was een scam een scam van de katholieke kerk. En die weten van de Eerste Wereldoorlog... dat was een scam, was een scam van de katholieke kerk. Dat was ook bij de Tweede Wereldoorlog. Ja, in welke wereldoorlog was de katholieke kerk... niet bij betrokken als onzichtbare partijen? Want onze kinderen, en jou ook... Ja, jou is vroeger geleerd eh, op school... dat de Eerste Wereldoorlog... Ja, dat was een soort uh, domino-effect van, um, ja, er was ergens iets gebeurd en doordat iets gebeurd, dan nou werd iemand anders werd heel boos en er, er werd allemaal mis, ook nog meer boos. En, en, toen, en toen ineens was iedereen tegen Duitsland. Nou, zo raar. Ja, niemand wist eigenlijk goed hoe de Eerste Wereldoorlog begonnen was. Terwijl we dat weten. Hè, dat, en dat komt door internet. Dat hebben we het echt, dat het, nou in mijn geval heb ik dat alleen maar kunnen weten door internet. En als ik het internet niet had gehad, ik zou echt bij tautatis niet weten hoe ik het dan had moeten weten. Als ik geen internet had gehad. Echt niet. Dus anders dan veel van die domdenkers die dan zeggen: nou, je hebt helemaal niks aan die internetkennis. Want dat gaat alleen maar om. En dan een keren ze weer terug tot als het een atheïste die hebben in feite niets meer in het leven als doel dan uh, leedvermijdend gedrag en leuke dingen doen. Dus je moet oppassen dat je niet uh, nou, vervelende toestanden krijgt. En de rest van de tijd moet je je bezig houden met leuke dingen doen. Dat is, dan, dat is het doel van het leven voor een atheïst. En voor mij dus niet. Leedsvermijnd gedrag, dat, ja, dat doe ik natuurlijk wel in die zin dat ik heb een set sleutels heb ik afgeleverd bij een kennis van mij voor het geval ik mezelf buitensluit. En een andere set sleutels die ga ik binnenkort aan mijn dochter geven. Want die woont nu weer in Arnhem. Maar dat is dan toch wel handig. Ja, dat is een leedvermijdend gedrag. Ik ken als ik de deur uit ga, heb ik altijd mijn mobieltje bij me. Ja, dat is een leedvermijdend gedrag. He, voor het geval er iets misgaat. Dus ik doe er ook wel aan, maar. Oh. Nee, maar het maakt me niet echt druk over. En leuke dingen doen. Ja. Er werd van mij gevraagd deze maandag. Dat is nou dinsdag, maar gisteren dus. En, 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 ik heb zo'n <laughs> leuke baan. En dan komen we dus, dus morgens binnen. En, 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 en Het merendeel van mijn collega's zijn vrouwen. En dan drommen we zo samen in het washok waar we de schone spullen moeten uh, verzamelen. Dus ik moet dan twintig microvezeldoekjes hebben, en twintig moppen. En dan ben ik klaar. Ja, en zo heeft iedereen een aantal. Ja, dan moet je al die spullen verzamelen. En zij te kletsen en dan die vrouwen een van de vrouwen die tegen mij... En, hoe was je weekend? Ik zei, ah, breek me de bek niet open. Oeh, ze dat heel geschikt. Ik zei, ja, dat was echt heerlijk. En dan moesten ze allemaal lachen. Ik zei, Zalig, lekker in mijn eentje, geen gezeik aan mijn kop. <laughs> ik ben lekker naar de markt geweest en ik heb lekker gekookt en ik heb lekker gegeten... Nee, ja, ik heb een leuk weekend gehad. En dat is dan ook echt zo. Wat heb je nou eigenlijk nodig als mens? Ik ben al lang blij als ik s morgens wakker word en dan denk ik ja, dan zou zo lekker zo'n weekendje draaien. Ik heb mijn hobby. Computers programmeren. Dan ga ik lekker programmeren, doe ik een paar uurtjes: ik speel een potje schaak. Ik kijk naar een schaakfilmpje met een wedstrijd tussen Topolf en Ivriet of zo. Van Levon Aronian. Nou, dan maak je een wandelingetje. Dan ga je even naar de supermarkt. Momenteel speel ik het spelletje waar ik zo goedkoop mogelijk leven. Nou, dat is best wel leuk. best wel een aangenaam spelletje. En dan ga je even een wandelingetje maken naar de Action. Om dan toiletpapier te halen. Want dat is daar 20 cent goedkoper dan bij de Albert Heijn. Nou, heb je toch een wandelingetje. dat is je daar vind je je daar vind ik dan mijn geluk dat vind ik dan leuke dingen doen en mijn eigenlijke werk ja is bijvoorbeeld dit, hè, dat ik dit tegen jullie vertel, het is naar mijn dochter toe om haar te vertellen dat dat, dat er een geschiedenis is dat en dat zal ik, ze is nou eens in de twee weken bij mij. En iedere twee weken zal ik er, nou, als het niet gaat, en niet gaat, niet overlopen zeuren of zo. Dan worden arme kinderen toch helemaal, dan heb je hem weer. Maar toch erop terug blijven hameren. Dat er zoiets is, en dat noemen wij Babylon. En dat staat in de Bijbel: De Bijbel is je vriend. Want daar staat het in. En zoiets als de God van de Bijbel. ...is er. Dat, dat, daar, daar zijn we uit. Dat, die discussie is voorbij. Ja, zoiets als... ...de God van de Bijbel. De, de discussie is... ...alleen nog maar... ...dat er in de Bijbel... ...uitspraken worden gedaan over God... ...en dat je dan... ...je kan afvragen of je... Uh, ja, ...of die dan kloppen. Maar dat er zoiets is als God... Uh, die, die discussie is over. Dat, dat wordt niet, uh, het wordt niet op school niet geleerd. Uh, en daarom zal jij misschien... of je, uh, je weet misschien... waar ik het al over heb. Hè? Het gaat over Immanuel Kant. 1781, de kritiek der reinen vernoemd. De kritiek der zuivere reden. Uh, het boek... En ja, wij weten dat dus nu. Wij, wij weten dat Genesis 1, vers 1, in de beginnen schiep, puntje, 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 maar we noemen het maar even God. Maar oorspronkelijk staat daar Elohim. En Elohim, dat is dan een bijzonder woord, omdat het meervoud is, terwijl het in het enkelvoud gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, wij zeggen ook het water. Het water kookt. Het huis staat in de brand, dus het water kookt. In het Hebreeuws is het dan Mayim uh, uh, of zo. Maar dan is het meervoud. Dan klinkt het als meervoud. Het Mayim is meervoud. Maar het is ook enkelvoud. En Elohim is dan ook zoiets. Dat is ook een meervoud, maar het is ook enkelvoud. Ja, dat is Hebreeuws. Ik heb het ooit vertaald met. Uh, in den beginnen schiep het krachtenveld. Dus dan heb je ook eens krachten, dat is een meervoud. En veld is dan enkelvoud. Een krachtenveld. Zo zou je het kunnen zeggen. Je kan ook zeggen, de geest. Of het bewustzijn. Of de wil. Maar in het begin schiep. dat wat al die woorden toekomt. dat schiep hemel en aarde. En dat is al heel lang bekend. Dat weten wij al meer dan. Ja, dus de geschriften waarin het geschreven woord daarvan. is drie, meer dan 3000 jaar oud. Dat is lang, hoor. En dat fenomeen hè, van het krachtenveld, of de geest, of het bewustzijn, of de wil. Nou, ja, die woorden van het bewustzijn en de wil, of ding aan zichzelf. Ja, dat is heel modern. Dat is het einde van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Maar dat staat als een huis, dat staat als een paal boven water. Het is niet meer aan hem te ontkomen. En dat is toch iets om je over op je kop te krabben. En dat is ook. We hebben het over het gelukkige leven. Ik heb hier een plant in huis. En elke dag kijk ik naar die plant. Het is een hele ordinaire plant. Ik zou er een keer een foto van maken. En dan zou ik hem ook bij een beschouwing doen. Misschien wel bij deze beschouwing als ik zin heb. Als ik ontdek. Het is echt een hele mooie plant. En als je hem ziet, dan zou je denken: oh, dat is die, oh, die kun ik wel. Oh, die heet... die, oh, die groeit overal. Ja, dat, ook een, dat, dat vind ik ook zo mooi in die plant. Als een plant en die zeurt niet. Die groeit. Meer niet. Het enige wat hij nodig heeft is koolstofdioxide. Nou ja, zolang ze dat dan niet helemaal verboden hebben, dan is er nog koolstofdioxide om voor die plant, die arme plant, om te groeien. Dan koolstofdioxide moet hij hebben. Nou, hij moet een beetje water hebben, maar dat trekt hij ook uit de lucht. Maar ik vind het wel prettig om een beetje water te krijgen in de voetjes, bij de wortels. En zonlicht, dat moet hij hebben. Licht, maar vooral licht van de zon. Dus, uh, vooral dat uh, het hoogfrequente moet hij hebben, dus alles wat tegen het blauw en het uh, ultraviolet aan zit. En dat laagfrequente moet hij hebben. Alles wat tegen rood aan zit. En daarom zijn planten ook groen. Snap je? <laughs> Snap je? <hem? laughs> Dat is best heel grappig hoor. Ja, wit licht bestaat in principe uit. Ja, er zijn verschillende manieren om licht te beschrijven. Verschillende modellen voor. Maar eentje daarvan is de RGB-notatie. Als jij websites gaat programmeren, dan weet je dat, dat je een kleurtje, als je een kleurtje wil kiezen, dan heb je een uh, RGB-notatie. Bijvoorbeeld 00, uh, -0, dat is dan de R. 00, -0, dat is dan de G. En 00, -0, dat is dan de B. En dan krijg je zwart. Dus 00, 00, 00, dat is zwart. En als je doet FF, 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 dan krijg je wit. En als je doet. Uh, FF0000, dan krijg je rood. Want RGB staat voor rood, groen, blauw. Dus met die drie kleuren kan je elke kleur bouwen. Nou, als een plant het rode en het blauwe absorbeert, ja, welke kleur krijgt die dan terug in die zin van nou? Daar heb ik niks aan. Ja, dat is groen natuurlijk. En daarom zijn planten groen. Want die consumeren, absorberen het rode en het blauwe licht. Ah, dat is zo mooi allemaal, als je dat beseft, hè. Daarom zijn planten groen, omdat ze dus het, de top van het zichtbare licht, dat pakken ze en de onderkant pakken ze. En dat daartussenin, wauw, wauw, laten we gaan. Hè? Ze pakken die hoog energetische straling, het ultraviolette, en ze pakken die laag energetische straling voor de warmte. Het is infrarood. Dus, uh, een plant heeft ook warmte nodig. Hè? Vindt hij ook heel lekker. Dus, uh, dat is ook zo goed aan die, ja, die global warming die we nu hebben. Dat planten, dat is al vastgesteld. Er is een enorme toename in de plantengroei op deze aarde. Dat is toch mooi? En de NASA die zegt dan, van, "Ja, nou, dat neemt echt behoorlijk, uh, dat valt op. De aarde is ongelooflijk groen aan het worden. Dat is toch mooi? En dat wordt dan... Dat zegt de NASA, de North American Space Agency. Ik weet wel dat die jongens liegen. Die liegen. En ze zeggen dat het groener worden van de aarde... dat dat te maken heeft met het stijgen van de mondiale temperatuur... en het stijgen van de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer. Nou, dat vind ik heel plausibel. En dat verbaast me niks. Dat is toch mooi. Maar goed, die plant hier die, bij mij in die pot... die groeit me door en die groeit me door. En wat die plant doet... is die creëert een orde... uit chaos. Die, die, die zonlicht die... Uh, dat zonlicht dat binnendendert... ja, dan weer wel, dan weer niet... dan weer zo, dan weer zo... Hè? Nou, die die koolstofdioxide die hier in de ruimte rond te slingert, nou, dat is ook allemaal chaotisch. Nou, die aarde waar die in zit, daar neemt hij dan dat water uit op. En wat ik doe dan ook nog een beetje bijmesten natuurlijk. Ja, is een kleine hoeveelheden die er dan. Het voornaamste is natuurlijk koolstofdioxide wat die plant absorbeert in gewicht. Maar hij heeft ook een beetje stikstof nodig en een beetje fosfor nodig en een beetje kalium. Nou, en ik zorg er wel voor dat dat in die bodem zit. Want ik, heb, ik gebruik dus bemesting. Zolang het nog mag, hè, want straks gaan ze de stikstof bemesten wordt het verboden. Nee, dan gaan de planten vergroeien. Nee, dat mag niet meer. Maar dat is nog steeds niet verboden. Dus ik doe een beetje kunstmesten erin. En die plant die ordent dat. Die, die heeft dus die chaotische input... En die orden dat tot een heel ordelijk geheel. Echt. Ik zal er een foto van maken. ter bewijs hoe ordelijk die plant groeit. Echt zo ordelijk. Hele mooie blaadjes. En al die blaadjes zijn. ...hetzelfde, maar ook niet helemaal hetzelfde... ...en het hoort ook niet... ...want het ene blaadje zit dus op de ene plek... ...en het andere blaadje op de andere plek... ...en uh, op de ene plek hoort... ...nu één keer dat blaadje wat breder... ...je zal het wel zien... Als ik, ...misschien staat die foto er al... Ik ...kijk je er al lang naar. Ik maak er wel een mooie foto van. Ik ben best wel trots op die plant. Ik heb hem echt heel goed verzorgd. Maar dat is de ordening die je ziet... Het leven is dat wat orde maakt uit chaos. Dat is het credo van de vrijmetselerij. Dat heb je ooit wel eens ergens gelezen met die conspiraties en zo. Hè? Ordo ab chaos. Orde uit chaos. Dat is de definitie van leven. Dat vind ik ook mooi aan mijn beroep nu. Hè? Dus als ik binnenkom op, zo op mijn plek, dat is nu mijn locatie... Dan is het daar chaos. Elke ochtend is daar chaos. En dan kom ik en ik ga ordenen. En als ik dan uh, vandaag heb ik vijf uur gewerkt en dan heb ik er vijf uur lang lopen ordenen. En dan stap ik daar de deur uit en dan heb ik zo'n uh, zo karretje met van die harde wieltjes eronder. En zo'n rateldingetje. Je kende wel met zo'n handvat. Dat is een soort bakkie. En daar zitten dan uh, de moppen in. Die... En de moppen en mijn microvezeldoekjes. En die zijn helemaal smerig. En die smerige lappen, die rij ik over de keien naar buiten. Oh ja, en dan heb ik ook nog uh, een vuilniszak Met rotzooi. En die gaat in de container. En die vuile moppen en die vuile doekjes, die rij ik naar het washok. En die gaan daar netjes in de daarvoor bestemde dinges. En we hebben daar zoveel wasmachines. En die moeten wij met z'n allen draaiende houden. En vandaag kwam ik aan in het washok. En er waren alle drie de wasmachines waren aan het draaien. Ja, daar hoef ik niks te doen. Maar als er een wasmachine stilstaat. Omdat die leeg is. Dan ga ik dus zo'n wasmachine vol proppen. Met vuile meuk. En dan druk ik op wat knoppen. En dan zit mijn dienst erop. En morgenochtend. Pak ik weer allemaal schone moppen en schone doekjes en doe ik weer precies hetzelfde. En dan, ga ik, en dan kom ik op die vestiging en dan is er weer chaos. Echt waar? Dus iedere dag is er chaos. Er is één bewoner en die, die smeert poep. Dat, dat doet hij gelukkig niet elke dag. Voor hem, dan denk ik, voor mij zou het niet uitmaken, maar niet elke dag zit de toiletdeur onder de poep. Maar regelmatig, ja. Dat is gewoon chaos. Nou, en ik leef. En ik maak daar een orde van. Snap je? Ja, dat is het gelukkige leven. En dat is ook jouw kind, als je een kind hebt. Jouw kind krijgt op school allemaal onzin verteld over hoe het in elkaar zit. En ze zitten helemaal niet in elkaar. En jij gaat van die chaos in het hoofd van je kind, die chaos ga je ordenen. Dat is. Als je, als je dat doet, ben jij gelukkig. Dan ben jij gelukt. Dus als je de mensen, de, de, de chaos in de hoofden van de mensen, als je die chaos weet te ordenen, net als dat die plant. Die moleculen die hij absorbeert, en die elektronen, fotonen van het licht, die absorbeert hij. En hij absorbeert de CO2 en die stikstof, nitraat, nitriet, en iets met fosfor en het kalium uit de bodem, en het water. En dat absorbeert, die chaos absorbeert hij, en dan groeit hij, en dan maakt hij een orde. Nou, dat ben jij ook, alleen op een heel ander niveau. Snap je? Uh, daar zit jouw geluk. En dat heeft wel degelijk te maken met dat jij op internet... ...op zoek moet gaan, moet gaan, hè, naar de waarheid. Hoe zit dat? En zeker, de, de, een, een Francis Capelle is dan heel erg teleurgesteld in bepaalde dingen... ...en, en dat snap ik ook wel. En, maar dan moet je je niet laten ontmoedigen... En eh, snap jij dus ook dat zoiets als de God van de Bijbel, dat, dat, eh, dat die discussie dus over is? Want zoiets is er. Dat staat nu vast. Het enige waar je het over kan hebben is in welke mate heeft die Elohim dagelijks invloed op dingen die gebeuren. Dat is een hekelpunt. En waarschijnlijk zal dat in de loop van de 21ste eeuw uh, ja, of, de, of de eeuw daarna dat soort dingen hebben geen haast. Maar gaat dat duidelijk gemaakt worden? Er zijn al experimenten gedaan. Waarbij uh, vastgesteld is dat als je. Uh, wat was dat ook weer? Ja, dat, dat, planten, die, dat, dat planten jouw emoties kunnen ervaren. Uh, dat planten beter groeien op bepaalde muziek. Daar hoor je niet veel over, over die experimenten. Iemand als Rupert Sheldrake. Ook zo'n man waarbij hele volksstammen staan klaar om hem te verklaren tot een idioot. Die man is geen idioot. Dat is een trouwhartig iemand. Hij was, hij was, hij was volgens mij gelovig opgevoed. Toen is hij atheïst geworden. En toen heeft hij door zijn wetenschappelijke carrière en wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, heeft hij opnieuw het geloof gevonden. Of heeft God hem gevonden. En hij noemt zichzelf anatheist. Dat betekent alsnog gelovig. Dus ik was het eerst niet, maar nu wel. Zo. Dus, ja, hervonden of zo? Ja, daar zit toch de waarheid. Hè? En het grote geheel, wat zich aan het voltrekken is, wat alles te maken heeft, dat moet zo zijn: alles te maken heeft met waarheid, met, uh, met empathie, met begrip, met ordenen. Het opheffen van chaos. Dat is de ontwikkeling. En wat je dagelijks op de tv ziet, dat is chaos. En dat geldt ook voor internet. Ja, dit is chaos. Ja, dat is jammer. Jij kan er niet veel aan doen, toch? Wat jij eraan kan doen, dat is dat je het als chaos herkent. En andere mensen gaat vertellen hoe het wel zit. En ze zijn bezig om... Uh dat is best een lastige. Wat ze doen, is ze, ze pompen Nederland vol met mensen van Heinde en verre. En daar zitten gevallen bij waarvan jij en ik zouden zeggen: van ja, nou, het is maar goed dat die mensen hier opvang krijgen. Want anders waren ze ten dode opgeschreven. Of zoiets. En iemand moet ze toch opvangen. Maar aan de andere kant, wij zijn natuurlijk niet de enige die die verantwoordelijkheid hebben. Een land als China, die mag ook al een keertje wat doen. Of Japan. Of Zuid-Korea. Of Noord-Korea. Dat mag er ook een keer. Die landen mogen er ook een keer aan de beurt komen. Of de Oekraïne. Of Israël. Hm. Arabië. Saoedi-Arabië. Nou, noem eens wat van die landen. Marokko. Nee, ze moeten allemaal hier naartoe komen. Nou, daarmee, eh, wat, ze, wat ze daarmee voor ogen hebben, is om onze volksgeest te knakken. En om ons zover te krijgen dat onze jeugd socialistisch wordt. En socialistisch, dat betekent dat je. Niet langer als volk sociaal bent, maar dat het sociale, dat dat een taak is van de overheid, zodat het volk zich mag gedragen als een stelletje egoïstische eikels. Want uh, vadertje staat, die is sociaal. He, dus dat het sociale zijn, het geven om elkaar, dat dat weggenomen wordt bij het volk. En dat doet de overheid wel. En daarvoor betalen we allemaal belasting zodat de overheid kan doen waar we zelf uh, geen zin in hebben. Ja, en dat is wat de jeugd wel aanspreekt. Dan hoeven ze helemaal niks te doen voor een ander. Ja, het is jammer maar helaas. Het is niet fijn natuurlijk. Hè? En het maakt geen donder uit dat het zo is. En dat moeten wij goed beseffen. Het gaat erom dat onze jeugd snapt hoe het in elkaar zit. Het gaat erom dat onze jeugd begrijpt dat Babylon is: en dat Babylon met opzet die chaos erin pompt. En dat het onze taak is om die chaos om te zetten in orde. Door te leven. En wat de voorwaarden zijn die voor ons geschapen worden. En, nou, die zijn dus niet makkelijk. Want we zijn een heel stuk van huis afgedreven. Maar ja, daar hebben we het zelf ook naar gemaakt. Wij hebben de Bijbel. Uh, ja, bijgezet in het uh, rariteitenkabinet. Ja, de Bijbel is een raar boek hoor. Daar klopt helemaal niks van, heb ik horen zeggen. Ja, daarmee hebben wij onszelf in de voet geschoten. Dat is jammer. We hebben het niet begrepen. Ja, Babylon. Hè? Dat heeft Babylon heel goed gespeeld. Babylon heeft gewonnen. En wij zijn de winnaars. Het is de waarheid die uiteindelijk naar boven zal komen. En zeker nu met het internet. Is dat niet meer tegen te houden. En de contra, dus wat Babylon doet, is het internet vol plempen met alle grootst mogelijke onzin. Om ons af te leiden van de waarheid. Maar de waarheid is dat de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam, onder mij even drie te noemen. Die zijn veroorzaakt door de Katholieke Kerk, door de universele Kerk, door die club die erachter zit. Wij weten wie het zijn. Wij weten waar ze wonen. Wij weten dat Sonja Barend dat die schuldig is. Wij weten dat Marcel van Dam schuldig is. Wij weten dat Matthijs van Nieuwkerk schuldig is. Matthijs van Nieuwkerk is, is een misdadiger. Die heeft gelogen als journalist. Nou, kijk maar in de Nederlandse wet. Kijk, dit is de waarheid. En die zal naar boven komen. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat kan niet meer teruggedraaid worden. Maar het, het is aan ons om dat door te geven aan onze kinderen. En de mate waarin dat lukt. En waarbij het dan belangrijk is, is dat we onze kinderen niet alleen doorgeven. Uh, met wat er allemaal gelogen is. Maar dat we onze kinderen, onze kinderen erbij vertellen dat, het, dat die leugenaars zich verenigd hebben in Babylon. En dat we onze kinderen erbij vertellen dat Babylon al stond in de Bijbel. En dat ze dus als ze meer willen weten over de aard van Babylon. Dat ze de hun Bijbel moeten pakken. En dat die, onze kinderen snappen dat ze iets als de God van de Bijbel. Zoiets is er. Het gaat nu voor de mensheid slechts om het invullen van details. Ja, nou ja, grote stukken. Maar het begin is er. Daar is geen twijfel meer over. Immanuel Kant met zijn kritiek de Rijnend vernoemd. Dat werk is niet weerlegd. En we zijn nu 200 jaar verder. Dat moeten we onze kinderen meegeven. Het werk van Arthur Schopenhauer... onder de mooie Duitse titel... Über die Grundlage der Moral... dat is niet weerlegd. Moraal heeft een grond. Moraal is geen keuze. Moraal is niet een, iets van cultuur... Nou, de ene cultuur heeft wel die moraal, en de andere cultuur niet, maar die hebben weer een andere moraal. Nee, er is maar één moraal. En dat is geen kwestie van cultuur. Want de ene wel, de ander niet. Nee, cultuur is dat je moraal hebt. En als je geen moraal hebt, heb je geen cultuur. En geen cultuur is niet een vorm van cultuur. Geen cultuur is geen cultuur. Uh, geen cultuur. Dat is het. Uh, dat, dat is de, uh, Het gebruik onder de volkeren. die aan mas werden afgeslacht. op commando van Mozes. Uh, Mozes zei. Ik heb het helemaal gehad met die lui. En God ook. En uh, slacht ze maar af. Want die mensen hadden geen cultuur. Die hadden geen moraal. Die hadden seks met kleine kinderen. Snap je? En je moet je kind meegeven dat er in deze ongelooflijke woestenij van leugens en chaos. is waarheid. En daar richt je je op. En dan ben jij gelukt als ouder. Of als je een ander, ja, misschien dat je niet een ouder bent, dat je een eigen kind hebt, maar dat je het moet doen met een kind van een ander. Dat is ook goed. Of je doet het via, via, dat je, je geeft de waarheid door aan iemand en die heeft een kind. Dat is ook goed. Maakt niet uit. Het gaat om de volgende generatie. Voor onze kinderen alles. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Geef die waarheid door. Geef die waarheid door dat de waarheid het enige is dat is. En de rest is chaos en onzin. Bijvoorbeeld, er zijn maar twee geslachten: je hebt mannen en je hebt vrouwen. En je hebt dat er altijd wat fout gaat. Dat is altijd namelijk. En je hebt maar twee geslachten. En mensen die zeggen, nou dat is niet waar, tegenwoordig heb je 43 geslachten. Ja, het is waar dat er mensen zijn die dat zeggen. Maar het is niet waar dat er 43 geslachten zijn. Gaan we het een andere keer over hebben, ja? En voor nu, uh, ja, jullie geluksvogels, jullie, uh, zeg maar, heeft het over gelukkig leven, nou, ik ben zelf heel gelukkig. Ik snap niet wat ik eraan heb gehad, hoor. Nou ja, dan heb je toch een uur lang, heb je je niet verveeld. <laughs> Mag ik hopen. En dat van het autorijden, dat was misschien nieuw voor jou. He? Ga morgen lekker doen, als je morgen met je autootje ergens naartoe moet. Probeer maar, niet remmen. Op de snelweg dan. He? In de stad lijkt het me heel erg moeilijk, maar ook in de stad zou je het kunnen proberen om zo hard mogelijk te rijden zonder dat je remt. Dan moet je heel goed opletten. Heel goed vooruitkijken. Dan kan je een spelletje van maken met je partner. Maar hoeveel kilometer kan jij uh, rijden zonder te remmen? Ik heb een keer in Frankrijk. Ja, dat is wel makkelijk natuurlijk. Heb je van die twee, drie baans. Ja, zes. Dan heb je dus zes banen. Drie voor de ene kant, drie voor de andere kant. Dat hebben hele brede snelwegen. En daar heb ik toch iets van 300 kilometer aan één stuk gereden zonder te remmen. Ah, dat is ongeveer mijn, uh, mijn max. En toen moest ik remmen. Want. Moest ik pauze houden? <laughs> Even een bammetje eten. Hé, hey, geluksvogels. Tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverts.